Heb je door COVID op een andere afdeling gewerkt? Ja, wij hebben veel op de IC gewerkt. Wij zijn daar op twee manieren ingezet als buddy. En dat is zeg maar de rechterhand van de verpleegkundige. En als dedicated team. En als dedicated team deden wij vooral veel het opleiden van de patiënten en helpen intuberen. Wat ook goed past bij mijn eigen werk als anesthesiemedewerker. En we hebben ook veel transporten gedaan met de patiënten voor bijvoorbeeld naar de CT-scan. Dus daar ben ik vooral veel geweest. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ik denk toch wel de toestand van de patiënt. Die veranderde heel snel. Mensen gingen echt hard achteruit. En ook, ik denk het meest heftige was patiënten die zo vermoeid binnenkwamen op de IC. Wij werden dan gebeld om hun in slaap te maken. De laatste gesprekken die zij dan hebben met familie via de telefoon. De vermoeidheid, dat ze zo blij zijn dat ze eindelijk mogen slapen, maar dat ze ook heel bang zijn dat ze niet weten wanneer ze weer wakker zouden worden. Dat vond ik erg heftig. En ook dat de toestand van de patiënt heel snel veranderde. Dus als het stabiel was in het begin van je dienst, kon het compleet anders zijn aan het eind van je dienst. Maar toch ook in positieve zin. Mensen die heel goed opknapten, dat we dat eigenlijk ook niet hadden verwacht. Maar wat me het meest bij is gebleven, zijn toch wel de redelijk gezonde mensen die er toch hard achteruit gingen. Wat heeft het voor jou persoonlijk betekend? Ik vond de toestand van de patiënten vond ik wel heel heftig. Ik dacht ook zeker als ik de patiënten daar zag liggen en die waren echt nog relatief gezond, dat ik dacht, oh, ik moet echt mijn open oma thuis houden, want ik hoop echt niet dat zij hier ook komen te liggen. En dat was wel pittig. Maar niet alleen open oma's, maar ook ouders of vriendinnen. Dat je je daar wel zorgen om gaat maken, zeker.